Welkom, Inge Pauwels. Goedemiddag. Goedemiddag. Inge, ja, we hebben hier heel veel katjes. Hè. En ja, je hebt ook een ander katje meegebracht. wie heb je meegebracht vandaag? Ik heb Zuleika meegebracht. Ja. En zij is fokster van katten, zoals je kan zien. Hè. Ja. Dit zijn Highland Folds. Highland Folds? Ja. Ja. En met kort haar zouden ze Scottish Folds zijn. Ja. En ze hebben ook kortharige en langharige Britse. Ja. En hoeveel katten heb je eigenlijk, Zuleika? 16. 16 katten bij je thuis. Ja. En hier zijn nog 4 kleintjes, deze schattige kleintjes. Ze is niet graag bij mij, of hij is niet graag. Hoe oud is zij? 4 weken. 4 weken. En hebben die katten ook allemaal een naam dan bij je thuis? Die kleintjes niet, dan mogen de mensen zelf kiezen als er eentje komen kopen. Ja, Rudy zal het niet zijn, want ze is niet graag bij mij. Rudy voor een vrouwtje. Ja, dat gaat moeilijk. Tegenwoordig gaat alles. Hoe heet dat, die grote katjes dan? Zij noemt Foxy en zij Bubble. Foxy en Bubble. Ja. En noem nog zo eens een paar namen die bij je thuis rondlopen, Zuleika. Pebbles, Kira, Fiero, Pushkin, Pitouche. En die kan je allemaal uit elkaar houden? Ja, ja, ja. Toch wel, ja? Ja, het zijn heel verschillende katten. Ja. Ja. Zeg, je zei het al, de Highland Folds, waar komen die dan vandaan eigenlijk, het rastype? Ja, ze komen dus eigenlijk van Schotland. Mm-hmm. En dan zijn ze eigenlijk gekruist. Dus het waren gewoon de katten op de boerderij, dus de katjes die bij ons ook rondlopen, maar dan in Schotland. Ja. En dan zijn ze gekruist met de Britse korthaar. Ja. En dan hebben ze zo een mutatie gecreëerd. Ja, je ziet dus dat die oren geplooid zijn. Voilà. Ja. Dus een soort mutatie. En daar zijn ze dan op beginnen verder fokken. Dus de eerste kat die die oortjes had, noemde Suzy. Ja, Suzy. En dat is dus, dat vonden de mensen leuk. En dan zijn ze daarmee beginnen verder fokken. En dan krijg je zo van die half afhangende oortjes. Ja, schattig is het eigenlijk. Zeg, waar moet je letten om katten te verzorgen? Waar let je eigenlijk op dan? Ja, zo langharen, dan moeten wel zeker 1 keer in de week kammen. Mm-hmm. Dat is wel belangrijk, anders krijgen ze klitten. En dat zijn speciale borstels dan? Ja, dat vind je in elke dierenwinkel wel. Allee, er zijn speciale kammen voor, afhankelijk van kort of lang haar. Ja. En dan de ogen en de oogjes proper houden. De oren en de oortjes proper houden. Ja, vooral want, de oren, zeg maar. Want dit is ook belangrijk, want ze hebben wel half staande op, allee, half hang, half staande oren, maar ze dienen wel goed verzorgd te worden 1 keer de week. Ja, ja absoluut. Ja. En wat zijn de kenmerken van deze katjes zo? Zijn het echte huisdiertjes zo? Aanhangig? Ja, toch wel. Ja. En ze zijn ook, vind ik persoonlijk, die met de geplooide oortjes zijn een beetje kalmer dan de Britse kortharen wel. Ja. Ja. Britse kortharen zijn ook heel leuk, maar zij zijn echt heel zachtaardig. Ze babbelen ook niet veel. Nu, ja, deze wel. Is natuurlijk een uitzondering. Maar eigenlijk de rest hoor je niet. Hè. Je moet dus, ze zijn heel, ze zijn echt enorm knuffelbaar. Ja, je dat ziet is, dat, hè, is wel bolletjes waar, ja. Wol die enorm graag opgepakt gedragen worden. Heel zachtaardig van karakter. Ook naar andere katten heel zachtaardig. Natuurlijk, sommige katten zijn wel een beetje afgeleid met de half stok oortjes. Ja, ja. Omdat katten die natuurlijk angstig of agressief zijn, eerder... Kijk, hij knuffelt al. Ja. Eerder angstig of agressief, die hun oren gaan plat liggen. Dus soms kunnen andere kattenrassen wel eens dat verkeerd interpreteren. Maar zij zelf zijn heel zachtaardig van karakter. Ze zijn ideale therapiekatjes. Ja. En hoe moet je zo'n kat verzorgen nu eigenlijk? Ja, verzorgen van het kammen bedoelt. Ja, je kammen, de oortjes, zeg maar voor de rest mag je ze gewoon. Ja, het zijn zo schattige diertjes, hè? Ja. veel in huis. In huis, sorry. Ja, het zijn echt huiskatten wel. Ja. Ze gaan niet buiten, ze zijn heel sociaal. En belangrijk is natuurlijk ook de voeding, hè, Rudy. Ja, voor katten die in huis leven, een kat die buiten gaat, die durft al eens een vogel of een muisje nemen. Ja. Maar zij moeten echt wel heel gebalanceerde voeding krijgen. En ze hebben premium voeding nodig. Ja, wat is dat precies? Eigenlijk? Premium voeding is bijvoorbeeld dat Tom & Co. heeft Nutri-Expert nu. Ja. En dat is afgestemd op zowel de leeftijd als op de leefomstandigheden van katten. Bijvoorbeeld, ze hebben kittenvoer, speciaal. Maar ze hebben ook voer voor gesteriliseerde katten of zo. Omdat je natuurlijk, of voor ouderen worden katten. Want gesteriliseerde katten, dan ga je meer op de urinewegen moeten letten en op de vetgehalte. Bij kittens gaan ze natuurlijk nog veel moeten groeien. En oudere katten, ja, die hebben
hebben natuurlijk minder nodig, maar gaan natuurlijk ook weer voor de beenderen en gewrichten weer extra nodig hebben. Dus de voeding is een heel belangrijk aspect. Ja, niet zomaar alles dat iedere kat geeft. Nee, absoluut niet. Ja, en hoe weet je dat, wat je moet geven aan je kat? Ja, de dierenspeciaalzaak of de dierenarts zijn twee heel goede punten waar je terecht kan. Maar let gewoon op dat je niet te veel natvoer geeft, want dat is natuurlijk niet zo goed voor het gebit, maar echt een goede brok zoeken wat de kat lekker vindt. En goed is. We krijgen ook elke week foto's van kijkers samen met hun dier. Die kan je trouwens op onze website zetten, tvl.be, klik op doe mee. Zo krijgen we deze week ook een foto van Alain Sermon, waar hij samen met zijn hond op staat. Schattig, hè? Dan Larissa Tully, haar hond heet Aibo, en dat is een ballethond. Die vinden we ook hier in Limburg. En Yara Meijne, zij stuurde een foto met haar paard Vivaldi. Mooie foto's zijn dat. Trouwens, als je foto's instuurt, je kan het blijven doen. Deze krijg je trouwens dankzij Tom & Co. Een mooie waardebon. Het moet wel een foto zijn van jij en je dier. Dus niet alleen dier alleen, want heel veel mensen zetten foto's van dier alleen. Het is wel mens en dier samen. De mooie band samen tussen mens en dier. Dat willen we graag elke week benadrukken. Ze begint hier een beetje rustig te worden. Ja, absoluut. Voor hoog tijd. Nee, maar je ziet dat ze toch wel, ondanks dat ze onwennig zijn, ze beginnen niet gekke dingen te verkopen, ze beginnen hun nagels ook niet te zetten. Je voelt ook geen nageltjes bij dit ras, dus een heel, heel leuk ras om in huis te hebben. Zeg, Zulaika, waarom heb je voor katten gekozen en niet voor honden of andere diertjes? Oh, ja, ik heb honden ook. Oké, het is de kattenafdeling dan? Ja, mijn katten ik heb altijd katten gehad en dat is gewoon heel leuk als je s'avonds in de zetel ligt en die komen bij u liggen, dat is lekker knus. Dat zijn enorm lieve diertjes, je krijgt daar veel liefde van. Ja, je hebt echt zowel de kattenmensen en de hondenmensen. Het zijn totale... Ja, nee, ik vind dat eigenlijk... Soms heb je heel uitgesproken katten- en hondenmensen, maar ik zelf bijvoorbeeld heb ook beide. Dus maar jullie zijn natuurlijk uitzondering. Maar meestal kiest men voor ofwel een kat ofwel een hond. Maar heel vaak samen, kat en hond... Men zegt wel eens dat gaat niet zo goed samen. Ja, perfect. Ja. Als je dat gewoon gedragsmatig goed aanpakt, Rudy, dan komt dat allemaal in orde. En ze hebben ook twee verschillende eigenschappen. Een kat is heel onafhankelijk eerder, maar ook wat knuffelbaarder. Ja. Een hond is natuurlijk, heeft heel veel training en aandacht en buitenactiviteiten nodig. Dus ja, het is maar wat je zelf goed bij voelt. Hè? Ja, oké. Alles is heel, heel lieve diertjes. Ja, wil je zelf ook vragen, stuur ze maar via onze website tvl.be. Klik op Doe mee op Snuffels en daar kan je dus ook nog mooie foto's achterlaten. En elke maandag laten we die dan zien hier in de uitzending. Ja, Zulaika, heb je misschien een leuke naam voor de katjes van Zulaika? Dan kan je die ook altijd bezorgen. Het zijn meisjes of wat? Vier zijn er, hè? Het zijn drie jongens en één meisje. Ah, dat kan. Meisje, ik heb een voorkeur voor hem. Dus als iemand een leuke naam weet voor hem, ik denk dat ik hem ga adopteren. Ik moet thuis nog overtuigen, maar ik ben in ieder geval verkocht. Hoeveel katten heb je bij je thuis wil poezen? Ik heb er drie. Oh ja, drie of vier. Ja, voilà, dat vind ik eigenlijk. Dat maakt nu ook niet echt uit. Oké, dankjewel Inge Pauwels en Zulaika. Heel fijn dat je hier was en jij tot volgende week. Bedankt. Volgende week. Ja. In samenwerking met Tom & Co.